dus sinds vanmiddag rond een uur of één of zo een samentrekkend gevoel helemaal onder in mijn buik. Ik heb er geen last van, maar ik voel het wel. Maar ik heb echt geen pijn. Maar je voelt gewoon een samentrekkend gevoel. En dat houdt dan ongeveer, ja, ik denk 30 seconden aan of zo. Soms iets langer, soms wat korter. Het herhaalt zich sowieso ongeveer elke 10 minuten. Nu voel ik het bijvoorbeeld weer, maar het doet geen pijn. Totaal niet. Maar ik voel wel dat er iets rommelt. Maar dat zijn denk ik de oefenweeën. Ik hoop gewoon ontzettend dat het eerder gebeurt. Want wij, echt, dan spreek ik even voor mij en Tycho, kunnen gewoon niet wachten. Tycho nu ook gewoon niet. Hij is echt een beetje ongeduldig. Of nou, ongeduldig. Hij heeft er gewoon heel veel zin in. En hij blijft er over doorgaan, weet je wel. En hij kan ook gewoon echt niet wachten. En ik ook niet. Ik kan gewoon niet wachten. Ik wil zo graag dat het gebeurt. Het is woensdag 15 september. En ik weet niet hoe ik deze video in elkaar ga zetten. Ik weet niet eens of dit de vervolgvlog is. Maar gisteren rond 1 uur kreeg ik kramp in mijn buik. Echt een samentrekkend gevoel. En sorry als ik even stil. Oh, ik krijg weer zo'n bee. Ik moet het timen nu. Heel onvaal. Maar ik had het al niet eens gehad. En eigenlijk is dat niet meer gestopt. Tot ik gewoon naar bed ging. Ik ging naar bed rond 10:30. En eigenlijk vanaf het moment dat ik naar bed ging, werd het heftiger. Zo heftig dat ik niet kon slapen. Het is nu 7:30 's ochtends. En ik heb letterlijk deze nacht geen oog dicht gedaan. En ik heb nu sinds bijna een uur, heb ik om de 3-4 minuten, heb ik wel echt heftige weeën. En dan wel echt een minuut lang tussendoor kan gewoon praten zoals je ziet. Maar op het moment zelf, dan moet ik me wel eventjes focussen, want het is geen lekker gevoel. En ik zit nu even op een stoel. Mijn bed liggend is het nog erger. Maar je mag dus pas bellen. Je mag altijd bellen natuurlijk, maar het wordt aangeraden om te bellen. Als je dus om de 3-4 minuten, of een minuut lang, die weeën hebt. Dus ik heb dat allemaal getimed, et cetera. En ik hoef eigenlijk nu nog maar hier 10 minuutjes te wachten en dan kan ik bellen. En ik denk dat de verloskundige dan komt om te kijken of ik ontsluiting heb. En ik ben daar echt zenuwachtig voor of benieuwd naar. Want als ik geen ontsluiting heb, dan word ik echt radeloos omdat ik zo pijn heb. Dit is zo'n rare video. Maar ja. Ik heb 3 keer diarree gehad vannacht. Ja, het is misschien een beetje rare info, maar ja, het hoort er allemaal bij. Ik heb ook overgegeven. Gewoon in het wee voelt echt, het stroomt aan en je krijgt echt zo'n piek van heel veel pijn. En dan, dat is het moment dat ik dus naar de wc ging, et cetera. En dan daalt die zo weer af. Zo voelt dat. Dus ik wacht het nu nog even af en dan ga ik maar bellen. Goedemorgen iedereen. Het was een zware nacht voor jullie, ja. Ja, ik ben echt sprakeloos. Ik heb dit natuurlijk ook nog nooit meegemaakt. Nee, ik ben heel excited. En ik kan niet wachten. Nee, maar het is zo gek, want op het moment dat je die rust hebt, dan denk je van alles oké. En heel de nacht heb ik gedacht van, oh joh, het zal niet, het komt vast niet meer terug. Maar het is elke keer teruggekomen, snap je? Maar nu, kijk hoe chill ik hier nu zit te praten, terwijl ik heb weer een timer gezet. En het is dus tussen de 3-4 minuten. Nou ja, nu waarschijnlijk binnen nu en 2 minuten ga ik waarschijnlijk weer pijn hebben. Dat is zo raar. Nu voel ik het weer. Ik heb het in mijn onderrug heel erg. Het nu begint, komt het weer omhoog. Maar het begint bij mij ook echt in mijn onderrug. En dan heb je echt zo'n piek. Ja, weer 3 minuten af. Dan heb je de piek en dan gaat hij weer omlaag. Maar het is zeg maar, het begint bij mij in mijn onderrug. En dan gaat het naar mijn buik. Ja, het is echt, dit is het gewoon, hè. Dit is gewoon het begin van de... Er is net een verloskundige geweest en die heeft de ontsluiting bekeken. En dat is nou alweer een hele tijd geleden trouwens. En het was al 5 centimeter, dus we moeten naar het ziekenhuis. En gelukkig heb ik een kamer in een bad, want ik twijfelde nog of ik thuis wou bevallen. Maar ik wil super graag in een bad, omdat ik zoveel rugpijn heb. Maar ja, we gaan nu weg en we nemen jullie wel mee. Nou, we zitten in de auto. Badkeuken. Een volle bad.
bijvoorbeeld. Duurt goed iedere uur. Bijvoorbeeld van de toe? En wat ik nu voel, jongens, is echt een poepgevoel. Mag ik misschien van deze ook eens niet handig? Dexter? Ja, ik weet niet of dat nog kan of mag. Zo ja, deze kant moet je op. Dit is heel goed. Zolang als hij er zit, neem je nu op lucht en pers je nog een keer. Dit is heel goed wat je doet. Heel goed. Doe maar door. Doe maar door. Heel goed. Okay. En als je het niet meer kan, blaas je uit en neem een nieuwe hap en ga je nog een keer. En nog eens. Kom maar. Juist. Knap, joh. Ja, doe maar. Door die pijn heen. Heel goed. Wauw, knapperd. Heel goed. Thank you.
Duw het, duw het, duw het, kind of worst. Ga door, ga door, ga door, ga door. Met laars uit, duw half lucht en geen geluid maken. Zo hard als je kunt. Goed zo, dit is goed. Duw door. Door die pijn heen, hè. Kom op, hè. Hou vol, hou vol, hou vol. Super knap. En zonder geluid. Alsof je onder water gaat. Duwen, 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 duwen. Duwen, 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 duwen. Kom op, Julia, kom op. Kom op. Zo, ja. Heel goed. En nog een keertje. Ja, kom op. Ga door, ga door, ga door. Duw maar, duw maar, duw maar, duw maar, duw maar. Kom op. Goed. Dit is heel goed. Ah, dit doet pijn. Kijk, op. Kijk maar. Oh. Hallo, kleine Frima. Zeker. Kijk eens even omdraaien. Kun je papa jou ook zien? Kijk, wat een bos haar, joh. Hallo. Ja, ja. Een kleintje, ja. Maar je wil lekker afdrogen. Ik ben even een beetje bang. Sorry, ja, om even door je neus in te geven. Door je neus in. Even vasthouden, vasthouden. En niet meteen uitblazen. Mooi, hè. Kom er nog even in. Zo, ja. Kijk. Laat je maar horen. Zal ik deze even van je afhalen, meid? Ja. Zo. Gaan we even een warm doekje pakken. Ja. Nou, dat is goed. Ja. Ik heb het helemaal niet. Ik kan het echt, ik kan hem echt niet goed bekijken omdat ik zo van de kaart ben. Zat dit in mij? Ja. Dit is toch bijzonder? Ja, net haar, hè? Ja, ik had geen haar. Ja, ik heb wel. Op wie lijkt die? Ja, ik stond zo een beetje in. Ja. Doe er twee klemmetjes op en dan mag jij hem knippen straks. Wat een liefje. Ja. Dan mag jij tussen deze twee klemmetjes knippen en er kan een beetje bloed mee komen. Ja. Oh, Gosje. Hartstikke goed. Oh, wat bijzonder dit. Oké, jongens. Ik ben gewoon bevallen. En ik heb het gevoel dat ik in een droom zit. Het is best wel echt snel gegaan. De echte heftige weeën kwamen natuurlijk om 6:30 ochtends. En uiteindelijk ben ik om... Wat was het nou? 11:40 of 11:41 is die ter wereld gekomen. Dus dan heeft het 5,5 uur of 5 uur geduurd. Nou, dat is echt snel. Echt... Ze zeiden ook dat ik het super goed deed. En op een gegeven moment werd het wel echt heel erg heftig. Ik vond het vooral heel erg heftig aan het einde met dat pers. Ik zei, ik kan niet meer. Want ik had zo erg rugweeën. Ik had natuurlijk ook geen pijnstilling, niks. Dus ik dacht echt, ik kan niet meer. Maar uiteindelijk is het gewoon helemaal goed gekomen. Alleen, hij is wel een beetje licht. Hij, wat woog hij nou? 25,52. Ja. Dus we moeten hier waarschijnlijk een paar dagen blijven. En dan wordt hij gewoon steeds gecontroleerd of hij niet te veel afvalt. En zijn suiker wordt gecontroleerd en zo. En ik moet iedereen nog appen, want niemand weet dat ik in het ziekenhuis ben. Alleen mijn moeder weet dat trouwens. Maar de rest niet, want ik dacht van ja, dan zitten ze zo in spanning. En ik laat het wel weten op het moment dat het gebeurd is. Tycho die zit daar nu met de baby. Helemaal verliefd op de baby. Ja, zo schat. Hij is ook zo lief en klein. Maar hij had dus in het vruchtwater gepoept. Dus op een gegeven moment moesten we aan de CTG-scan. En
nou ja, toen moest ik uit bad en moest ik op bed. Maar ik kon echt niet op mijn benen staan omdat ik zoveel trek had natuurlijk. En zo uitgeput was en zwak eigenlijk. Volgens mij ligt hij te slapen. Dit is echt zo lief. Hij is echt een liefie. Ja, het is echt een lief. Het is ook zo apart. Dat hij je is dus... zo klein en schat. Echt. Wow. Dat had ik dus echt niet verwacht. Nee, dat heb ik niet verwacht. Als je jou ernaast legt. Het lijkt wel echt... Wow, hij zit hem te kijken. Volgens mij lijkt hij echt wel ook een beetje op mij, denk ik, ja, hoor. Ja, het is echt een mengelmoesje. Ja, en dan zul je zien over een week is hij al zo veranderd. En jongens, hij heeft dus zoveel haar al. En die nagels zijn lang. We gaan het allemaal natuurlijk wel binnenkort aan jullie laten zien. Het is een beetje lastig om alles tegelijk te filmen, maar... Ja, echt bizar dit. En ik voel me nu eigenlijk super goed, als ik eerlijk ben. Ik voel me wel heel raar. Het voelt nog niet alsof ik net een baby eruit heb geperst. Moet het echt even laten bezinken. En ik ben natuurlijk flink gehecht aan de onderkant. Dat voel ik wel. En ik voel ook heel de tijd dat er bloed uitstroomt en zo. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Maar verder voel ik me eigenlijk wel prima. Ik ben blij dat ik weer wat kon eten. Hé, ik mocht weer sushi trouwens, Tigo. Ja. Dat is zo chill. En carpaccio. Nou, dat is echt raar. Hey iedereen, we zijn op dit moment op de kraamafdeling. Het is echt een ontroerende en emotionele dag. Ja, ik heb gehuild. Ik kan niet huilen, heel raar. Ik ben altijd zo. Ik heb afgelopen dagen was ik extra emotioneel, hè. Maar ik word over een paar dagen, als het goed is, heel emotioneel. Dat noemen ze de kraamtraan. Ja. Nou ja, ik was, toen jij aan het puffen was en zo, toen was ik wel emotioneel en toen kwam je eruit. Ja, toen heb ik gewoon veel tranen gelaten. Ik heb met mijn ogen dicht zitten puffen, hè. Ik probeerde echt in mezelf. Ik kon echt niet kijken. Ik zag iedereen als een baas. Ja, en ik had nog iets. Ik had nog een leuk symbool wat ik je wilde geven. Voor mij. Voor jou. Iets wat je als man wel moet geven. Nou, daar is de baby. Daar is mijn baby. En daar is de andere baby. Ja, hij ligt echt super lief te slapen, jongens. Echt zo, hij is zo zoetjes. Ja, alsjeblieft. Dankjewel. Zoals die raad. Ik ben benieuwd. Wat mooi. Is dat zeg maar vrouwtje of een moet dat de buik voorstellen in de baby? Het is gewoon... Kijk, het lijkt een soort van dat het hartje de buik is en dat dit het babytje is. Ja, of? En dat je verbonden bent aan elkaar. Oh, dus, wij aan elkaar? Ja, nee. De baby en jij. Kijk, dit is dus een symbool voor vrouwen die net moeder zijn geworden. Mooi. Dit is de baby, de kleine jongen. En dit ben jij. Oh. En die zijn altijd aan elkaar verbonden. Ah, oh, dat is zo lief. En waar ben jij dan? Jij bent ook verbonden aan ons. Jazeker, maar... Ah, oh, dankjewel. Dat is echt lief. Die moeten we wel even omdoen eigenlijk. Mooie gouden kleur. Hij trok net ook al aan mijn ketting, hè, toen hij bij me lag. Echt? Super lief. Ja, want jongens, we liggen hier nu omdat zijn geboorte is een beetje laag. En ja, dan willen ze hem natuurlijk goed in de gaten houden de komende dagen ook. Of die niet afvalt en zo. En of het allemaal wel goed gaat. Dus daarom liggen we hier en moeten we hier ook blijven. Dus ja, we houden jullie wel op de hoogte. Het loopt allemaal even anders dan gepland. Maar wel aan de ene kant positief. Want ik dacht niet dat ik zo'n snelle bewoner heb. En hij is zo schattig en zo zoet. Ja, dus... Het, hij ligt helemaal... Hij is zo met dat handje. Het is zo lief. Zo lig ik ook altijd te slapen. En op wie die nou lijkt nou... Hij ligt heerlijk te slapen. Het is echt zo bizar. Besef jij dat dit ons zoontje is? Ik besef het echt niet. Ja, ik besef het wel. Inmiddels is het 7:30. Mijn moeder is langs geweest met haar vriend. En mijn broertje en Tiro's moeder en Ivy... Ik heb het alleen niet gefilmd, want ze zitten zo in zo'n bubbel, weet je wel. Maar het was zo mooi om te zien en ze zijn allemaal zo blij en zo. En straks komt mijn vader met zijn vriendin, maar hij ligt nu lief te slapen. En we hebben trouwens een naam, dat hadden we nog helemaal niet verteld. Maar jongens, hij heet Lev, L-E-V-V. Maar in zijn paspoortje komt te staan Louis Lev van der Waal. Maar zijn roepnaam is dus Lev. Maar hier ligt het kleine mannetje. Hey. Hij is zo lief. Hij slaapt nu lekker naast mij. Echt zo, schatje. Dank je wel. Hij is zo klein. Hij is mooi, hè? Klein. En mooi. Ik vind dit zo prachtig om te zien, hè? Moeder en kind. Aan de borst. Aan de borst. Ja, want nu is hij even stil, maar hij zit echt zo schattig, goed te zeugen net. Dus ik hou van jullie. Ik hou van jou. En jij? Ook toch? Maar hij stopt gewoon omdat hij jouw stem hoort. Dat is echt super grappig. Ja. Maar Tigo gaat nu even naar huis. Even wat spulletjes halen en zo. Inmiddels is het 9:45 s'avonds. Tigo is eventjes naar huis gegaan om wat kleertjes voor de baby te halen. En voor mij wat spulletjes en voor zichzelf. We liggen nu lekker in bed. Ik wacht nu even op een verpleegkundige. Dat is het toch, verpleegkundige Tigo? Of? Nee, verpleegkundige. Want we willen straks nog de baby even aan de borst doen. Dat hij nog even wat kan drinken. Als het lukt. En ja, daarna ga ik proberen te slapen. Want ik ben hartstikke moe. En ik heb natuurlijk echt gewoon
een hele nacht niet geslapen en een hele dag niet. Dus dat is heel heftig na een bevalling. Maar het was zo'n ervaring en ik ben echt zo blij nu. In het begin was ik echt gewoon even weg van de planeethalf of zo. En ik besefte het totaal niet. Maar nu komt het besef steeds meer. En ik moest net ook heel erg huilen van, oh, dit is ons baby. En ik zit ook de hele tijd te kijken. Hij is zo mooi en lief. En het is zo bizar. En jij was ook emotioneel, zei je, in de auto, zei je. Ik was wel de hele dag emotioneel. Sowieso toen de baby kwam natuurlijk. Eigenlijk daarvoor al. Toen ze eigenlijk het eerste zeiden van, ik zie het hoofdje al. Toen weet je echt van, oh, het gaat ja, toen echt. Toen kreeg ik al tranen in mijn ogen. Omdat ja, toen voelde het gewoon echt. En eigenlijk daarna, ja. Leef jij in een roze wolk? Ja, leef ik wel in een roze wolk en heb ik echt een heel ander gevoel. Ja, maar jij hebt een heel ander gevoel tijdens de zwangerschap. Hè? Want ik was toen toch heel erg bezig met mijn buik. En nu besef je pas dat dit in mijn buik zat. Dus als jij nu die films terug gaat kijken van mijn buik, dat dit beweegt, dan denk ik dat je daar nu veel emotioneler van wordt. Dat je denkt, oh, daar zat hij in, weet je wel. Ja. Dat weet ik zeker. Maar dit is wel echt geweldig, dit gevoel. Ja, echt leuk, hè. Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar de komende dagen en zo. Maar ik ga nu deze video afsluiten. Want ik ga vanaf morgen gewoon weer opnieuw beginnen met een nieuwe video. Een soort weekvlog, kraamweekvlog. Ik weet niet hoe ik het allemaal ga noemen. Ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen jullie mee te nemen. Want dat vinden jullie denk ik hartstikke leuk. En ik vind het ook super bijzonder om dit allemaal te filmen. Omdat die ook gewoon heel erg gaat veranderen denk. En op een gegeven moment gaan we naar huis. En ik voel me ook nu gewoon echt goed, snap je? Ik heb natuurlijk last van dingen. Maar ik ben gewoon super blij. En dat zeiden jullie ook al in de video's. Je vergeet de pijn en je hebt zoveel adrenaline en je bent zo blij dat je gewoon energie hebt. En dat is echt waar. Ik ben super blij en ik vind het helemaal leuk om dit te filmen. Ik dacht eerst, nou, daar ga ik geen energie voor hebben. Maar ik heb juist energie, omdat ik zo trots ben en zo. Dus doe een duimpje omhoog als je het leuk vindt om te zien. En het leuk vindt dat ik wat stukjes heb gefilmd. En ja, ik vind het echt, dit is echt prachtig. Dit is het mooiste moment in mijn hele leven. Ja, dit is prachtig. Dit vergeet ik nooit meer. Echt wauw. Maar de kleine man ligt lekker te slapen al een tijdje. Echt zo, hij is zo lief. En het is wel grappig, want normaal rond deze tijd in mijn buik was hij juist heel actief. Omdat ik dan ging slapen. Maar dat is echt apart, want ik had verwacht dat hij dan nu ook actief zou zijn. Maar hij is juist nu echt lekker aan het slapen. Ik denk omdat het wat schemeriger is in de kamer. Vanmiddag was het heel licht en dan kon hij minder slapen. En hij is natuurlijk ook uitgeteld van de bevalling. Want voor zo'n babytje is het ook gewoon wel heel heftig, denk ik. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dit is zo raar. Deze video is de speciaalste video van mijn kanaal nu al. Digo. Ja, dit is echt de speciaalste video. Jongens, tot de volgende keer. Doei!